Wel, ik zoek voor een beetje van een uitdaging voor mezelf. Ik vind het wel leuk gekke dingen te doen. In de afgelopen 2 jaar, ik ben heel veel aan het zwemmen. En ik dacht, nou, wat een mooie uitdaging is IJsselmeer. Ik was heel blij met mijn voorbereiding. 5 maanden keihard getraind. Als ik nu kijk hoe zwaar het was, ik vind het jammer dat ik heb niet 10 maanden vooruit getraind. Het was lekker chill, eens tevoren. De enige ding was, je kon niet de andere kant zien. Dus dat was wel een beetje, op een moment dat je dacht, nou, het is wel een lange weg. Nou, begonnen heel goed. Tijdens de zwemmen was wel hoe moeilijk het was voor drinken en eten met de golven. Dat vond dat echt lastig. Elke keer je gaat een slokje water of een gelletje of zo eten, je krijgt ook een golf in je gezicht. Dus dat maakt het wel moeilijk. Ongeveer halverweg, dan je voelt echt je armen en de golven. Dat is wel een beetje moeilijk, de laatste stukje, maar ik ben heel blij dat ik heb het gehaald. Oh, ik voel net als het begin, je krijgt een extra energie, extra adrenaline, dat je weet dat, hey, ik heb het gehaald. Ik ben heel blij dat ik heb het gedaan. Grote uitdaging. Ja, ik zeg doen.